Fragment nummer 2 uit 1988, de Hellendoorn Rally. Ford Nederland huurde de Engelse rijder Mark Lovell in. Lovell moest het kampioenschap winnen, maar op een van de eerste klassementsproeven in Hellendoorn ging het fout. Fout met de Ford Sierra RS Cosworth, een bom van een auto. Voor veel kijkers uit de buurt van Hellendoorn blijft dit toch een van de meest waanzinnige momenten uit de Hellendoorn Rally geschiedenis. Fragment nummer 2, Mark Lovell.